Wie zijn er nog? Gavin DeGraw weet ik dan. Wie heb je nog meer? Kensington komt. Kensington. Mr. Props komt. Heel veel mensen uit het buitenland. Trevor Guthrie natuurlijk. This is what it feels like. Nou ja, ik zei Gavin DeGraw al. Mijn broer is er op het podium. Dat vind ik eigenlijk misschien wel het allerleukst. Om samen met mijn broer weer op het podium te staan. Weet je wie ook komt? Volgens mij? Erik Vloeimans. Erik Vloeimans. Trompetist. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Dankjewel. Ja, dus ik kwam hem tegen op het Koningsdagconcert. En mensen kennen mij van de dance, maar ik ben een ontzettend muziekliefhebber. Ik luister heel graag naar klassieke muziek, naar jazz. En ik hoorde zijn trompetspel. En ik was gelijk van, daar wil ik iets mee doen. Wat in de trance natuurlijk eigenlijk, ja, dat hoort niet of dat doe je niet. En we zijn samen een plaat gaan maken, wat het themanummer is geweest van de tour die eigenlijk 12 en 13 mei eindigt in de Johan Cruijff Arena. En dat Erik dat ja heeft gezegd, überhaupt iemand van zijn statuur, die toch uit een hele andere wereld komt. De wereld van de klassieke muziek, van de jazz. En ik zie nu ook zijn talent en hoe hij mensen kan pakken met gewoon één trompet. Dus een heel stadion en dan gewoon Erik met één trompet en iedereen stil en... Het is magisch. En dat ik in de positie ben om dat dan te verbinden, dat is geweldig. Dus dankjewel, Erik. Echt super.